Een hele goede avond, iedereen die meekijkt naar de 10e editie van Strikkie Buiten. Dat betekent dus dat we vanaf 10 dinsdagen in Nederland goed weer hebben gehad. We hebben net een mini buitje achter de rug, maar dat heeft de pret zeker niet bedorven. We konden heel eventjes naar binnen, daar staat de muziek doorgelust. Dus voor degenen die even droog wilden dansen, hadden we gewoon plotseling twee area's. Vanavond hebben wij hier DJ Lalo. Met een heerlijke salsa, inclusief live muziek, jullie zien het jongens. En daar gaan we, gaan even een rondje lopen. Je kan thuis meegenieten van de sfeer hier. En we gaan uiteraard nog door tot 11 uur, dus mocht je in de buurt zijn, het is hier droog. We hebben net een mini buitje achter de rug, maar dat heeft de pret niet bedorven. Dus jongens, voor iedereen die thuis zit en aan het kijken is, enjoy! Yes, Martijn de Maryama, aankomende zaterdag zijn er heel veel feestjes in Rotterdam. Zomercarnaval, uiteraard parade overdag. Vrijdag eerst de Battle of the Drums. Dus kom je niet uit Rotterdam, dit weekend moet je echt hier zijn. Namelijk ook veel feestjes overdag. Schouwburgplein, een hele grote Rueda. S'avonds kun je terecht bij Manteca en Beurt. Bij de officiële afterparty in Schouwburgplein van Tropicaliente en Salsa Ventura. Je hebt daar een optreden van Rolf Sanchez. En er is Bachata Lounge in Zoetermeer. We hebben ook de band Gents in Zwijndrecht. En als dat allemaal nog niet genoeg keuze was, zijn we natuurlijk volop andere feestjes. We gaan zondag hier door met Cariente. Cariente is een nieuw concept in Coconuts, waar soca en andere Caribische muziek wordt gedraaid. Dus dit hele weekend, jongens, kom naar Rotterdam. Dit is echt de plek waar je dan moet zijn.